PCB-navigatie. We gaan de kozijn aanpassen via de kozijnwizard van de PCB. We selecteren in het model het kozijn. Daarna activeren we het PCB-lint en klikken op de functie Zoek op in PCB. De PCB wordt actief en laat het ingeven het geselecteerde kozijn zien. We gebruiken de kozijnwizard om de opbouw van dit kozijn aan te passen. Selecteren de kozijnwizard een onderdeel van de vulling om aan te passen. We wijzigen een draaikiepraam in vast glas. Klik op OK om deze wijziging toe te passen. Door vervolgens op het 3D-model te klikken, wordt het geselecteerde kozijn vervangen. Het eindresultaat van deze handelingen zijn in het Revit model te bekijken. Op zoek naar een andere tutorial, mail uw vraag of onderwerp naar info@bouwconnect.nl.